Voor velen is een bezoek aan de bibliotheek de gewoonste zaak van de wereld. Als je analfabeet of laaggeletterd bent, is zo'n bezoek helemaal niet zo normaal. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Ambassadeur van de stichting ABC en voormalig analfabeet Theo Duimelings voert al een jarenlange strijd tegen laaggeletterdheid. Hij weet als geen ander hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven. Dat heb ik al verborgen kunnen houden. Om het gewoon bijvoorbeeld bij de Artex heb ik gewerkt als textielarbeider. Met hindernissen natuurlijk, want ik kon niet lezen. Maar als er iets te doen was bij de Artex, bijvoorbeeld een feestavond of een dansavond of een voetbalavond, dan werd er uitgeplakt op zijn prikbord. En dan ging ik gewoon tussen de mensen instaan die gingen lezen. En dan in de kantine gingen we koffie drinken en dan werd er in de kantine over gesproken. Doe je vanavond mee of ga je zaterdag ook naar de voetbalwedstrijd? Of ga je ook naar de dansavond? Dus wat hun had gelezen op dat bord, dat krijg ik in de kantine te horen. Dus ik hoefde zelf, ik kon het gewoon verborgen houden. Maar we hebben een speciale trucenkaart ontworpen, waar alles op staat voor mensen bij de maatschappelijk werk, sociale diensten. Dus al die instellingen, die geven dan zo'n kaart, zodat ze kunnen herkennen wat problemen dat de mensen hebben. Bijvoorbeeld, ik ben mijn bril vergeten, ik heb arm in verband, ik kan het niet schrijven. Geef maar mee, want dan laat ik mijn vrouw thuis wat doen, want ik heb de gegevens niet allemaal bij me. En zo van die dingetjes kan je eigenlijk een analfabeet aan herkennen. Je zit wel heel geschaamd gevoel. Ja, je durft dus niks te zeggen. Ik zeg altijd, maar ja, als ik een zwart wit t-shirtje aan had en nu zit tegen mij zwart. Dan zeg ik, ja jongen, je hebt gelijk. Maar dat is nou niet meer, want ik heb heel veel goed veel kunnen leren. Ik heb ook heel veel geleerd in mijn maatschappelijke onderdelen. Dat heb ik ook als analfabeet ben opgetrokken door het land heen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd, dus al begin ben ik heel blij dat ik het aan begonnen ben. Ik ben er geen hele goeie, ik kan behoorlijk lezen en schrijven, maar niet dat ik een hele goeie ben. Het zijn in huilen uit. Wat zullen Wiesje blijven steunen, zeiden ze. Haar ouders waren dag en nacht gesteld. Ze ligt ook in coma. En dat is heel erg. Ook in Helmond zijn veel laaggeletterden. Het ROC ter A en de gemeente Helmond proberen met een gezamenlijk aanvalsplan het aantal geletterden terug te brengen. Volgens docent Hans van Riet is dit nog niet zo eenvoudig. Ja, er rust een behoorlijke taboe op laaggeletterdheid. Mensen schamen zich daarvoor om zich aan te melden. Hoe brengen wij die in beeld? Ja, door allerlei toch ludieke wervingsacties te bedenken. Om maar dichter naar die doelgroep te gaan. Ook met name de sleutelfiguren en vertrouwenspersonen. Personen, vrijwilligers in buurthuizen, in wijkhuizen. Om die te informeren wat laaggeletterdheid is, hoe ze dat kunnen signaleren, maar ook dat ze dat bespreekbaar kunnen maken met die mensen. En we proberen zo een toename te krijgen van het aantal deelnemers, om ja, er toch iets aan te doen om naar de cursus toe te komen voor laaggeletterdheid. We constateren hier in de gemeente Helmond dat er sprake is van 5400 laaggeletterden en daarnaast ook nog een getal van 1350 analfabeten. Om laaggeletterdheid op te lossen bij kinderen hebben we een pilot ontwikkeld, speciaal voor ouders. De pilot is Help je kind de ladder op, waarin ook ouders te kennen wordt gegeven hoe dat ze met hun kinderen met laaggeletterdheid om kunnen gaan. Hoe dat ze het voorlezen kunnen bevorderen, hoe dat ze het huiswerk kunnen bevorderen. Dat komt allemaal aan bod in de cursus Help je kind de ladder op. Als je iets aan je laaggeletterdheid wil doen, je kunt informatie vragen hier op het ROC ter A. Je kunt je ook aanmelden, je kunt de folder aanvragen. We hebben twee cursussen. De ene cursus is beter lezen en schrijven en de andere is Nederlands voor thuis en op het werk. Van beide hebben wij een folder van. Die kunnen ze aanvragen, kunnen de antwoordkaart opsturen, telefoonnummer opschrijven. Dan willen we de mensen ook nog graag persoonlijk uitleggen wat het inhoud van de cursus is. Dus ik zou zeggen, meld je aan. Heb jij moeite met lezen en schrijven? Of ken je iemand
die dat heeft, wel